Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt. Ik ben Joyce Tresor, van harte welkom op mijn kanaal. In de vorige video liet ik het al weten. Vandaag ga ik aan de slag met mijn eigen kit van het coffeeshop om de tutorial van het mini-album aan jullie uit te leggen. Ik heb er super veel zin in. Alles ligt hier al klaar. Ik heb alles uitgeprint, uitgesneden en ook alvast 6 A4'tjes kartstok. Ik heb voor het Kraft kartstok gekozen, gesneden op maat. En ik heb 3 velletjes van het wat dunnere kartstok nodig. Ik gebruik altijd deze papierblokken waarin dus zwart, wit en kraft zit in dunne en dikkere kwaliteiten. De dunnere is 120 gram en de dikkere, wow, wat een kleine lettertjes, 200. Ja, 200 grams. En dus van die dikkere 200 grams heb ik 6 velletjes nodig gehad om alles te kunnen snijden. En van die dunnere heb ik er 3 nodig. Ik hoor net dat mijn wasmachine klaar is en begint te piepen. Dus ik ga hem heel even snel uitzetten en dan gaan we zo beginnen. Sorry voor de onderbreking. Als allereerst gaan we deze dunne stukjes, of deze dunne A4'tjes aan elkaar plakken in de hoogte. Dus ik ga langs de lange kant van 2 vellen een strookje tape plakken. Om zo een lange strook te krijgen van dit. Om de kaft van het album mee in te pakken. En zo. En dan ga ik dus 2 vellen met elkaar verbinden in de lengte. Oh, iets hoger. Ik wil geen plakrandje meer hebben. Zo. En dan deze. Nou heb ik dus een lange reep van 21, of wat is het? 29,5 hoog bij iets van 63 centimeter. Iets minder, want ze overlappen elkaar natuurlijk. Maar dat je zo een lange strook hebt, dat is het idee. Dan hebben we nodig chipboard. Ik heb de achterkant van oude papierblokken gesneden. En moet hier nog een stukje liggen? Ja. Daarvan heb ik 2 stukken gesneden van 20 bij 20. Even voor de zekerheid meten dat ik het goed zeg. Ja, 20 bij 20. En 1 stukje van 3 bij 20. Dat wordt de rug van het boekje. En die ga ik even helemaal vol plakken met tape. Zodat we die mooi stevig kunnen bevestigen op de basis, zeg maar. Nou, alle stukken chipboard zijn ingepakt. Of ingepakt in betaped, zal ik maar zeggen. Dus ik ga dat nu eraf halen. En dan ga ik ze hier 1 voor 1 opplakken. Zo, en ik heb hier mijn liniaal even neergelegd. Omdat ik ongeveer 3 centimeter van de rand af wil blijven. Aan de boven- en aan de zijkant. Dus daar ga ik hem hier op plakken. Zo. En deze rug die komt hiernaast. Met een strookje van ongeveer 3 mm ruimte ertussen. Ik heb daarvoor een leuk toeltje van We Are Memory Keepers. Even kijken of die een beetje fatsoenlijk erop kan leggen. Heb je deze niet, dan is een strookje snijden van een restje kartstok of een restje chipboard ook een optie. Dus dan snij je een heel smal strookje van 3 mm die je er tussen legt, dus niet vastplakt. En dan kan je daarna heel mooi dit met voldoende ruimte
en overal evenwijdig, dus hier zit net zoveel ruimte als daar, kan je die mooi opplakken. En dan haal je gewoon dat strookje er weer tussenuit. Ja, of dit toeltje dan. En dan hebben we hier nog de laatste van de kaft. En die komt daar weer naast. Dus hier mijn toeltje er weer tussen. Of je strookje van chipboard van 3 mm. En dan kan je deze er mooi naast plakken. Zo, nou heb ik hier aan deze kant flink wat over wat ik niet nodig heb. Dus dat ga ik even afknippen. Lineaal er weer tussen, ongeveer 3 centimeter. En ook hier aan de onderkant, komt dat in beeld? Ja, ga ik dat even afknippen. Want het is alleen maar extra waar we dan lastig mee weg kunnen komen. Dus dat gaat eraf. Hoef je niet super netjes te knippen of te snijden. Want het randje wordt weggewerkt, daar zie je niks van. Strakjes. Zo, even al die stroken in de prullenbak. En dan gaan we hier langs de hoeken gaan we een driehoek wegknippen. Ik heb ook dat toeltje kan ik daarvoor gebruiken. Dus leg je die hoek zo erin. En dit mag er dan af. En dat is dan ongeveer 3 à 5 mm van de hoek van het kartstok of van het chipboard af. Dus hier is de hoek van het chipboard en zo'n 3 à 5 mm daarnaast knip je die hoeken weg. En dat doe ik bij alle drie. Inmiddels heb ik dat toeltje niet meer nodig. Kan ik dat op gevoel. Maar doe je dit voor het eerst, dan is het aan te raden om even af te meten en daar weg te knippen. Je knipt liever iets te ver van de hoek vandaan dan te dichtbij. En dat is omdat als je... We gaan dit zo meteen inpakken. Dus we gaan dit zo meteen hier omheen slaan. En zo ook. En knippen we te dicht bij deze hoekjes van het chipboard. Dan ga je dit zo over elkaar. En dan zien we hier een spleet van het chipboard. En we willen graag het chipboard helemaal verstoppen. En als je dan dus wat overhoudt. Dus wat extra geeft. Dan overlappen ze elkaar. Zie je dat? Dan gaan deze, dit hoekje, of randje gaat hier overheen. En dan zie je dus helemaal nergens geen chipboard meer. Nou, deze gaan we even alle randen met de vouwbeen langsop een soort rillijn eigenlijk creëren. Dat je hem er mooi strak omheen kan maken. Helemaal rondom doen we dat. En dan ga ik dit met tape beplakken. Dus al die tapjes, flappen die eruit steken naast het chipboard, die krijgen wat tape. En daar is mijn blokje. Zo, aan alle vier de zijden. Zo. Even goed tape aandrukken met je vouwbeen. En dan ga ik eerst even vouwen voordat ik hem vast ga plakken. Dan kan hij mooi strak eromheen. Dan ga ik vanuit het midden naar de buitenkanten. En ik wrijf vanaf de vouw naar binnen toe. Dus
omdat die mooi strak eromheen is. Hier in de hoekjes waar het... kunnen jullie dat zien? Hier zo ga ik even met mijn vouwbeen in. En dan mooi plat maken. En dan doe ik ook aan de andere kant. Dan die andere lange kant. Eerst even voorvouwen. En dan vastplakken. Uit het midden naar de buitenkant. En dan kijk je hem super mooi strak in. Ook daar weer de hoekjes even indrukken en omvouwen. Of omvouwen aan, ja, omvouwen. En dan gaan we die korte kanten even voorvouwen. En dan daar overheen vastplakken. Zo, en aan deze kant ook. Oh, dan heb ik eigenlijk één dingetje vergeten te snijden. Maar dat kunnen we nog van het restje doen wat we zojuist afgeknipt hebben. Wat helemaal aan de zijkant over was. Daar gaan we hier de rug aan de binnenkant mee bekleden. Dan ga ik hem eventjes snijden op 19,5. Dus de hoogte 19,5. En dan gebruik ik gewoon dat... Oh, met het mes natuurlijk. Gebruik ik gewoon dat afgeknipte stuk hier over de rug heen aan de binnenkant. Op die manier. En dan ga ik hem eerst ook met tape weer inzetten. Is die op? Ja, deze is op. Even een nieuwe. Dan ga ik een heel klein beetje lijm nog even hier langs de randen gebruiken. Ik zeker weet dat hij daar goed boven en onder vast zit straks. Zo. En dan komt hij hier mooi over dat midden heen. En over die rillijnen heen. Met een heel klein randje binnen. Dus hier zie je dat hij iets korter is. En hier is hij ietsjes korter. Zo. Nou gaan we even de hoek, de vouwlijn even opzoeken. En dan met het vouwbeen erin. Dat hij mooi strak erin zit. En dan ook aan de andere kant even zoeken. Met links vind ik toch lastig. Ik draai hem even om. Zodat hij mooi vast zit in die hoek. En dat hij die vouwlijnen mooi kan maken. Zo. Nou, dan hebben we dus de kaft helemaal klaar. En die gaan we beplakken. Even kijken. Moet eventjes opruimen. Anders dan valt straks alles van de tafel. Dan had ik mijn koffer. Die heb ik gelaten. Even zoeken hoor, want het is één grote stapel geworden. Met alle onderdelen. Hier. Allereerst de voorkant. Deze had ik al met een heel klein beetje vintage foto beïnkt. En misschien is het makkelijker als ik hem even plat leg. Die moet hier zo opkomen. Hij is net weer een halve centimeter kleiner dan de basis. Dus je ziet een heel klein randje van deze bruine kartstok. Langs de randjes natuurlijk, als je een voorkant maakt, is dat even extra belangrijk. Want ja, die schuif je dan misschien in de boekenkast. En dan blijft die, als je hem niet goed vastplakt,
achter de andere boeken hangen. Dan komt die los, dat zou jammer zijn. Dus hier eerst de voorkant. En dan de achterkant. Daar heb ik deze voor gemaakt. En ook die is weer een halve centimeter kleiner, waardoor je dus rondom een klein randje van je kartstok ziet. En ik vond dan dat bruine daar wel heel mooi bij het herfstige passen, vandaar dat ik dus voor het kraftkleurige kartstok gegaan ben. Nou heb ik één dingetje niet zo handig gedaan. Ik had eigenlijk, voordat ik dit opplakte, nog even de rug moeten opplakken. Want die had ik iets groter gesneden, zodat ik die mooi eromheen kon doen. Ik heb ook een hele mooie strook in de printables zitten. Hè? Dat had ik gisteren ook verteld. Die je hier overheen kan gebruiken. Die daarvoor bedoeld is. Maar ik had heel mooi dit, hoe noemen we dat? Petrolkleurige boekbinderslinnen noemen ze dat. En dat wilde ik heel graag een keer gebruiken. Dus dat had ik eigenlijk hiervoor uitgeknipt. In plaats van de printable, die kunnen jullie natuurlijk ook gewoon kiezen. En het idee is daarvan eigenlijk dat je dus dan hem hier die twee opplakt, dan deze hier overheen en dan die twee randjes om de hoek, dus dat die hier aan de binnenkant komen en daarna deze er overheen zou plakken. Maar nu heb ik dus in mijn enthousiasme een foutje gemaakt. Heb ik dit al opgeplakt. Dus wat ik nu ga doen is deze even op maat snijden. Het is minder stevig en houdbaar, zeg ik maar zeggen. Maar ik heb het nu eenmaal al zo gedaan. En ik had hier extra lijm gedaan. Dus ja, vast is vast. Maar dan ga ik het zo even oplossen. Maak ik hem dus even aan beide zijden iets korter. En dan plak ik hem alleen op de buitenkant. Maar ook met de printable. Oh, deze schaar gaat niet zo lekker door het linnen heen. Maar met de printable is dus zoals ik net vertelde. Die is ook wat langer. Die je dan dus mooi om de randen heen kan vouwen. En vast kan plakken. En dat scheelt gewoon. Dan maakt het net even wat steviger. Ik heb hem zeg maar ongeveer 1,5 centimeter breder gesneden dan de rug is. Dus de rug is 3, deze strook is 6. Dus op 1,5 centimeter gaan we dan lekker wat lijm smeren. En daar komt dan deze. Ga ik dat hier op doen? Ik ga dat denk ik even hier op doen. Dit is iets stugger dan papier. Als je dat natuurlijk met papier doet, gaat het een stuk simpeler. Maar ja, ik had iets in het hoofd, hè. En voor degenen die me al kennen, dan zit het nergens anders. Zo, heb ik hem toch nog een klein stukje te lang gelaten. Maar dat knip ik straks wel af als het droog is.
Zo komt dan de rug eruit te zien. Maar dan ja, eventueel met de printable als je dat als je niet zo'n stukje stof hebt. Boekbinderslinnen heet het eigenlijk, geloof ik. Ik heb trouwens hier liggen, misschien voor die wie het interessant vindt. Binding fabric. Dus in de achterkant dus met papier. En dan kan het voor allerlei doeleinden gebruiken. Maar dus ook voor een binding te maken. Even kijken. Dan gaan we door naar de binnenkant. Daarvoor hebben we had ik deze twee gemaakt. Eentje voor aan de linker binnenkant en eentje voor aan de rechter binnenkant. Deze zijn ook weer iets korter. Dus ook weer 19,5 bij 19,5. Zodat je weer een randje eromheen gaat zien. En deze gaan we hier aan de onderkant doorsnijden op 6 centimeter. Allebei. Dus op 6 centimeter komt de onderkant los. Ik had ze een beetje beïnkt. Maar natuurlijk nu die snijlijn niet. Dus dat doe ik nog even opnieuw. Zo. En dan hebben we nog een stuk kartstok nodig. Ik doe even de speld in een lijm voordat hij het zo meteen niet meer doet. En dat zijn twee dezelfde stukken van 23 in de breedte en 8 in de hoogte. En die gaan we rond op 3 punten rillen. Dus op de beide korte kanten op 1,5 centimeter en aan 1 lange kant. Dit worden de pockets op die pagina. Dus 1,5 centimeter aan de onderzijde en aan beide zijkanten. Links en rechts. Dus dan hebben we hier een strook van 1,5 centimeter hieronder en aan de linkerkant. Hier zie je twee blokjes ontstaan. Die gaan we wegknippen met nog wat extra, want deze stroken worden lijmstroken. En ook aan de bovenkant knip ik een klein taartpuntje weg. Zo. En deze precies hetzelfde, dus ook weer op de lange zijde in 1,5 centimeter in lijm. En aan beide korte zijden. En dan knippen we op dezelfde manier ook weer even twee taartpuntjes weg. En die vierkantjes in de hoeken. Zo. Heel even aan de kant leggen. Deze gaan we allemaal mooi omvouwen met de vouwbeentje. Zo, en dan komt hierop die strook die we zojuist afgesneden hebben van 6 centimeter. Die zijn ook weer overal ietsjes kleiner dan de pocket, dus dan heb je overal weer een mooi randje eromheen. Het is
wel helemaal spannend om het zo te doen. Want ik heb het natuurlijk zelf allemaal bedacht. Of ik dan niet halverwege toch een foutje tegenkom. Maar het voordeel is dat ik dan nog even vlug, want dit is niet live, vlug mijn bestandjes kan aanpassen. Zodat het dan bij jullie wel klopt. Dus dit is eigenlijk meteen ook de test. Zo. Nou gaan we dat nog niet vastplakken, maar het idee is dat deze zo meteen dan hier komt. Die daar met daaronder de bijpassende achtergrond. Ik kwam even niet op het bord. Zo. Dus dan loopt het plaatje helemaal mooi door. Hier die, hoe zeg je dat? Muzieknotenbalk. En hier het blad, de blaadjes. Helemaal mooi in elkaar over in de achtergrond. Maar eerst gaan we hier nog allerlei de flappen. Hè, dat er allerlei flappen komen hier aan rondom. Die gaan we eerst maken. Omdat je daarna de lijmstroken, waarmee je ze dus aan de pagina of aan de kaft vastmaakt, die kun je dan weer mooi wegwerken met deze. Deze printables. Dus dat gaan we eerst doen. Dit ga ik even aan de kant leggen. Nou, heb ik als eerste deze nodig. Dat is de printable met de verticale smalle van, hoe groot was het ook alweer? Afbeeldingen met de dames erop. De afbeeldingen zijn 10 breed. En daarbij op die pagina zijn ook twee kleine stukjes om de fotomat aan de achterkant bij te werken. En daarbij horen twee stukjes kartstok die ik gesneden heb op 18,5 hoog en 12 centimeter breed. Twee keer hetzelfde, want we gaan aan de linkerkant en aan de rechterkant hetzelfde maken. Hebben we even het railbord nodig, want deze stukken die krijgen op de 12 centimeter kant, dus de korte 12 centimeter kant gaat tegen je liniaal aan. En daar rillen we 1,5 centimeter. Dus de 12 gaat tegen liniaal op 1,5. Komt dan een rillijn. Bij het ene stuk aan de linkerkant en bij het andere stuk aan de rechterkant. Ook op 1,5 centimeter. Dus je hebt twee stukken met bij de ene aan de linkerkant 1,5 centimeter en de andere rechts. En daar worden lijmstroken. Dus daar ga ik weer even een klein taartpuntje van afknippen. En die vouw ik dan met mijn vouwbeen om. Dus hier zit nou de rand naar binnen en hier aan de rechterkant. Dan ga ik op de voorkant die mooie plaatjes van de dames plakken. Deze stukjes papier links en rechts. Heel even nog de randjes een beetje beïnkten. Ik heb vintage foto gekozen. Ik had nog even getwijfeld of ik misschien met Rusty Hinge, die oranje-achtige warme kleur, die past ook wel heel erg mooi bij papier. Maar ik ben even voor veilig gegaan. Vintage foto is eigenlijk altijd goed, hè? Nou, die krijg je dan weer. Wat lijm. En dan heb je
je weer overal rondom een klein randje dat je van je kartstok ziet. Dus ook weer deze. Eigenlijk bij alle stukken heb ik hem net iets kleiner gemaakt, zodat je dan een klein randje ziet. Zo, dan draaien we ze om. Zo gaan ze dus ook open. En dan heb ik twee fotomatten van 10x15. Dat is een standaard fotomat. En dan kan je natuurlijk kiezen of je ze bovenin opplakt of onderin. Of voor allebei verschillend. En dan zijn deze kleine strookjes erbij om dan dat mooi te vullen op deze manier. Dus ik ga eerst even mijn fotomatten opplakken. Als je het boek cadeau gaat geven, dan is het altijd wel grappig en ook fijn voor de ontvanger dat te weten van, oh, dit is een plekje voor een foto. Dan zou je een stempeltje van een fotocamera hier in het midden kunnen plakken. Hoeft natuurlijk niet, maar het ziet er altijd wel net even aangekleed uit. En meteen helemaal super duidelijk voor de ontvanger. Zo, en deze geef ik dan weer even een beetje inkt. En daar vul ik dan dat gat daarboven en onder mee. En ook daar zit dus weer een randje kartstok zichtbaar. Ook tussen de fotomat en dit strookje. Een klein randje. En deze heb ik een klein beetje scheef geplakt helaas. Maar goed, het is niet zo heel erg. En die komen dan. Gaan we de kaft weer pakken. Ik kan misschien nu wel even dit hier mooi wegknippen. Zo. Ja, goed gelukt. Die komen dan hier aan de buitenste rand. Dus even kijken of het in beeld is. Ja. Dus je hebt hier die lijmtap, die gaat naar binnen. En dan komt dit hier langs de buitenste rand in het midden. Dus boven en onder is ongeveer een centimetertje ruimte. Komt deze opgeplakt. Dus ik ga hier eerst aan de lijmtap lekker lijm smeren. Hier nog een beetje langs de rand. Zo, en die komt aan de andere kant. Zo, dan gaan we nu een bredere voor aan de andere kant maken. Deze gaat weer even aan de kant. Komt hier.
dat is de pagina met die met alleen maar bladeren. Dus deze zou je ook nog eventueel wat kunnen versieren. En daar zitten twee pockets bij die precies hier zo oppassen. Opplakken, oppassen. En dan loopt ook dat plaatje weer mooi door. Met een notch. Ik heb het even met een pons gedaan. En wilde eigenlijk dat wit wegwerken met mijn inkt. Ik hoop dat dat voldoende lukt. Ja. Ik vind het genoeg. Ik ben nooit zo goed in een rond knippen. Dus ik dacht, ik pak gewoon de best passende pons. En dan... Waar is nou die andere? Zie, dus blend zo mooi dat het niet eens zag liggen. Dan is het goed gelukt, hè? Nou, geef meteen alles maar even een beetje inkt. Dan hebben we dat weer gehad. Zo, en daarvoor heb ik ook al twee fotomatten klaar liggen. En vier stukjes kartstok. Eerst gaan we beginnen met de twee grootste. Die zijn 10,5 hoog bij 17 in de breedte. En die ga ik ook weer aan op 1,5 centimeter. Dus weer twee dezelfde. 1,5 centimeter deze keer aan de lange. Dus de lange kant tegen de liniaal. De 17 centimeter tegen de liniaal. En dan komt bij de ene aan de linkerkant een rillijn van 1,5 centimeter en ander aan de rechterkant. En dan heb ik ook nog twee stukjes. Die zijn 5 hoog en 15,5 breed. En die krijgen beide aan de onderkant een rillijn van 1 centimeter. Dus de 5 centimeter gaat tegen mijn liniaal aan. En die krijgen allebei op 1 centimeter een rillijn. Zo. Nou, bij die 1 centimeter gaan kleine taartpuntjes af bij beide stukken. En ook bij die anderhalve van de grotere stukken gaat een taartpuntje af. Zo. Die vouwen we weer naar achteren. En dan komen die grote stukken daarbovenop. Die grote designpapiertjes met bladeren. En dan moet ik even kijken dat ik hem wel goed heb. Dat zeg maar dat ik hem niet op de kop plak. Want dat zou op deze best kunnen. Maar hij moet dus zo, omdat de pocket komt natuurlijk aan de onderkant. En daar zit dat, die mooie afbeelding in. Die zo mooi. Heb ik de verkeerde? Ja, wel deze, sorry. Die zo mooi in elkaar overloopt, wilde ik zeggen. Ja, dus die gaat hierop. Eerst het designpapier. Eventueel had je hier nog ook met magneetjes kunnen werken. Dat heb ik niet gedaan, maar dat zou kunnen, want ze overlappen zo meteen. Deze kaart straks hier aan de binnenkant. Dus je had eventueel hier ook nog een magneetje en hier kunnen doen. Maar ik denk niet dat het nodig is. Maar het zou wel kunnen als je dat leuk vindt. Nou, die komt daar. En dan deze. Zo, die hoort daarbij. Die hoort hierbij. Deze komt hier zo. En dan hebben we die twee strookjes van 5 bij 15 met die centimeter. Die centimeter klap ik ook weer naar binnen. Zo. En die komt hier tegen die onderrand aan.
En daarvoor ga ik hier op die centimeter wat lijm doen en hier op het papier zelf. En dat heb ik gekozen omdat je dan toch een aardige bodem hebt. Dus alle ruimte om zo er iets in te steken. Maar ik heb hier geen lijmtapjes gedaan omdat het dus flappen worden. En mijn ervaring met flappen is dat als je de pockets te ruim maakt, dat dan wat erin zit alle kanten op en eruit valt en zo. En dus ik dacht, ik ga deze keer hier mooi strak tegen die zijwanden aan plakken. Dan heb je wel in de breedte iets ruimteverlies, maar wel in die onderkant. Ja, dus alle ruimte om het helemaal vol te stoppen. Dus vandaar dat ik dat op deze manier ga doen. Dus die centimeterstrook, die krijgt wat lijm. En hier een randje aan beide zijkanten. En ik zag al dat ik een heel klein randje eraf moet knippen. Dus hier smeerde ik de lijm iets meer naar het binnen dan aan die kant. Dus hier heel klein, het is een millimeter. Dat heeft vaak met die rillijn te maken van het papier daaronder. En zo is die mooi strak. En dan komt deze hier mooi bovenop. En dan zie je ook weer die... ik moet hier zo meteen trouwens nog wel even een hapje uithalen. Maar dat komt goed. Dat het plaatje mooi doorloopt. En dat doe ik natuurlijk bij de andere kant precies hetzelfde. En dan ook dit designpapierstrookje weer erop. Nou, dit doe ik gewoon weer met de pons straks. Maar die heb ik niet hier in de buurt liggen. Dus dat komt later even. Maar het wordt... principe niks uit. Nou, dit zijn dus twee flappen. En dan hebben we daar ook nog een achterkant in. En daar kan dan weer zo'n mooie fotomat op. Van 10 bij 15 centimeter. Dus je kunt gewoon de standaard foto's die je je af laat drukken, kan je hier in dit album gebruiken. Binnen. Lijm op die lijmtap. En die plakken we dan hier aan de binnenkant. In het midden ongeveer. Even de liniaal ernaast. Deze was 10,5. Dus dan zit er boven en onder ongeveer 5 centimeter, iets minder. En dan plak je hem daar voor de vouwlijn. Dus je hebt hier, even kijken hoor, iets meer nog die kant op. Hier de rand van het chipboard. En daar komt hij tegenaan. Dus als je met lijm werkt, kan je hem nog met je vouwbeen heel goed duwen. En dan komt hij daar. Dus dan hebben we dit en dit. En dan komt aan de andere kant natuurlijk die andere.
probeer met mijn liniaal het mooi helemaal gelijk te leggen. Zo. Zo denk ik dat ik wel goed zit. Ja. Nou, dan gaan we nog flappen maken die van boven en onder met elkaar, elkaar overlappen. Dus die kan weer even aan de kant. En dan hebben we deze nodig. Zeg ik dat nog goed? Nee, dit was voor de grote kaart. Dit was de flap van boven en dit de flap van onder. Ja, nou eerst die flap van boven maar eens doen. Even in de prullenbak. Daar had ik die mooie printables gemaakt. Ook weer met de dames en mooie herfstboeketten. Een leuk fotomat en de waar de foto's op kunnen. Even kijken, die had ik nog niet beïnkt, dus dat ga ik vlug even doen. Het is maar een klein randje. Meer heeft het ook niet nodig, vind ik. En ook deze gekleurde warme oranje voor onder je foto. Omdat deze niet precies, zeg maar, als je foto plakt precies past, is het mooi om dan een klein randje eromheen te zien. Als een soort lijstje eigenlijk. Zo. En dan had ik twee stukken kartstok gesneden van 14 centimeter hoog. En 16 breed. Even kijken of ik dat goed zeg. Ja, 16 breed. Waarom heb ik daar nou... Oh, daar heb ik hier de maat verkeerd geschreven. In de verkeerde hoek. Maar dat is niet erg. Want we gaan op de 14 centimeter een rillijn van 1,5 centimeter maken. Dus we gaan de 14 centimeter tegen de liniaal aanleggen en dan op 1,5 centimeter een rillijn maken op allebei de pagina's. Zo. En daar knippen we wederom weer kleine taartpuntjes van die 1,5 centimeter. Dit zijn de lijmtaps waar we mee weer bevestigen strakjes aan de koffer. Vouw die weer naar binnen. En de vouwlijn, de tap komt aan de bovenkant bij deze. Dus hier zitten die tapjes aan de bovenzijde. En dan komen deze mooie kaarten daar weer bovenop. Voorkant dan die mooie met de dames. En op de achterkant komen dan die oranje. Je hoeft natuurlijk, ik heb deze dan uitgeprint. Ik heb ze erbij ontworpen omdat ze qua kleur heel mooi terugkomen in wat we al gebruikt hebben. Maar vind je dat zonde van je inkt bijvoorbeeld, dan zou je ook gewoon zelf van kartstok wat je nog hebt liggen, wat mooi bijpassend is, dat op kunnen plakken. Dat hoeft natuurlijk niet de printable te zijn, maar heb je dat niet, een bijpassende kleur, heb ik ze er toch bij gemaakt. Ik dacht dat is dan toch wel leuk. Als je het zelf niet hebt. En hier komt dan weer een fotomat op. Met boven en onder. Of je kiest om hem wat lager te plakken. Net wat je mooi vindt. Zie je dan wat van die oranje kleur. En dit is weer zogenaamd dan een foto van 10 bij 15. Hè? Deze witte vlakken zijn eigenlijk presenteren dan nu
een foto. Speaker of mijn camera nog steeds loopt, want soms vertrouw ik hem niet helemaal bij langere video's. Maar het gaat nog goed. Zo. Ik zie eigenlijk, deze ga ik een beetje aanpassen. Vind ik net wat aan de korte kant. Vind ik jammer. Dus zou eigenlijk nog iets meer naar de rand. Ik ga heel even een notitie maken. Hier. Oranje fotomat. 5 verlengen. Ja, dat ga ik nog even doen. Dat het bij jullie nog mooier eigenlijk past. Dan heb je meteen ook dat de foto aan de zijkanten iets meer van het oranje laat zien. Ik denk dat dat mooier is. En dan weer de koffer erbij. Ik ga even alles openleggen. Nee, ga ik niet openleggen. Dat is niet nodig. Jawel, dat is wel nodig. Hier zo komt hij dan in het midden. Aan de bovenrand. Dus hier weer wat lijm. En die andere aan de andere kant. Dus uiteindelijk komt dat dan zo. En dan gaan we nog voor hieronder. Die had ik hier ook liggen. Daar komt ook weer een pocket op. Dus die op de pagina, printable pagina staat vol mini album pagina nummer 3. Want ik ben van onder 1, 2, 3 in laagjes gaan werken. Flap onder en de pocket. Dus dit is de flap voor onder. Bij die andere stond flap boven. Dan weet je ook wat is. Daarvoor hebben we ook weer natuurlijk hele mooie designpapiertjes. Daar hebben we wat minder opgezet, omdat die andere er overheen valt. En ook weer een pocket waarbij de afbeelding op designpapier mooi in elkaar overloopt als de pocket erop zit. Opnieuw weer even vlug een beetje inkt erlangs. Hoeft niet per se hoor, maar ik vind het zelf gewoon net mooier. Deze zijn trouwens beide hetzelfde. Dus maakt het niet zoveel uit welke pocketstrip bij welke designpapier hoort. Zeg maar. Dat had ik net afgewisseld en bij deze is dat hetzelfde. Dus scheelt weer nadenken. Nee. Nou, en daar heb ik natuurlijk ook weer kartstok bij gesneden. Deze is ook 14 bij 16, hetzelfde als zojuist. Twee stuks. En die gaan we ook weer op de 14 centimeter rand een rillijn geven. Alleen deze keer wordt die dan aan de onderkant gezet. Maakt dat op het kartstok in eerste instantie natuurlijk niet zoveel uit. Welke kant. Maar de vouwlijn komt dan aan de onderkant. Ook hier gaan weer staartpuntjes van af.
Zo, en we hebben twee stukjes kartstok van 5 hoog en 16 breed. En die krijgt aan de 5 centimeter kant, dus de liniaal, op waar de 5 centimeter zit. Je kartstok tegen de liniaal van 5 centimeter. En dan op de onderkant 1 centimeter. Ook weer bij beide stukken. En dat is eigenlijk op dezelfde manier als net de pocket gemaakt is. Hier zit nog een stukje van dat plaksel. Zo, ook weer de taartpuntjes ervan af. Nou, die gaan naar binnen. En die plak ik strakjes ook weer met deze lijmstrook. En vast met de pocket zelf aan de zijkanten. Die pockets weer, maar deze keer met de lijmtap naar de onderkant. Komt weer het mooie designpapier hier bovenop. Zo, en dan zo'n pocket, lijm op de lijmtap en aan beide zijden op de zijkant van de pocket zelf. En die komt dan hier gelijk liggen met de onderkant. En dan kan er zo'n mooie strook met designpapier overheen. En die andere hetzelfde. Even checken. En dan ook weer de pocket. En daar een beetje lijm. En daar een beetje lijm. Zo. En dan weer de strook. Met dat mooie plaatje van de bloem. Dus de designpapier is ook wel, misschien heb ik dat heb ik niet gezegd, maar de bloem ligt wat lager. Dus als je dan denkt van hoe moet ik hem nou op het papier hebben. Hier zit die vouwlijm waar die lijmtap aan zit. En deze moet je dus met de bloemen naar de onderzijde opplakken. Want anders zit de pocket op zijn kop. Dat is ook wel jammer, hè? Dus die komt zo. Eigenlijk, maar ik was dat na het uitprinten, dacht ik, oh, ik moet natuurlijk ook hier aan de binnenkant nog. Dus ik heb nog een tweede vel, maar dat is alleen nog niet uitgeknipt. Van dat warme oranje effenkleur heb ik uitgeprint. En die komt dan hier aan de binnenkant met ook weer zo'n fotomat erop. Maar goed, dat, heb ik, dat doe ik later, want op zich denk ik dat jullie voor de tutorial wel snappen hoe dat dan werkt. En dan gaan we hier weer alles openleggen. Lijm op deze lijmtap. En dan denk ik dat ik toch die bovenste flap weer naar beneden leg. Want die kan ik mooi voor de richting, want dat is het mooiste als ze tegenover elkaar liggen, kan ik die mooi gebruiken als
gids. En dan komt die hier dus mooi gelijk met de onderrand van je kaft. Er bovenop. Dan is het idee dat ze zo gesloten worden straks. En dan moeten we nu die andere aan de andere kant. Je kan hier mooi de randen van die kaart daarboven als gidslijn gebruiken. Hieronder gelijk met de rand van de kaft. En dan zit die ook mooi vast. Zo, dit is allemaal afval. Zo, en dan kunnen we die basis erop plakken. Alles weer openmaken. Zodat zeg maar de kartst of de chipboard weer zichtbaar wordt, gaan we eerst dit designpapier hier zo overheen plakken. Dus als je heel netjes hebt gewerkt, dan valt deze precies tussen de vouwlijnen van die pockets links en rechts. Kijk daar even naar voordat je hem er oplegt, dat hij mooi binnen die vouwlijnen valt. Want als ze er overheen vallen, dan wordt het weer een uitdaging om straks die pockets dicht te klappen, zeg maar. Dit bedoel ik. Dus hier zit die vouwlijn en daar moet dat designpapier binnenvallen. Valt dat bij jou nou net niet erbinnen, dan is het wijs om een klein millimeter randje van een van de zijkanten af te knippen. Testen. Nou, dat gaat net, dus ik moet een heel klein beetje naar deze kant. Wie dat zag, als omdat hij dan nog niet droog is, de lijm, gaat hij een beetje bollen. Ja, nou gaat het goed. Dus het past er precies tussen. Maar als je daar, als je dus net over die vouwlijnen hierheen gaat, snijd dan een heel klein randje, een millimeter, misschien twee, van een van de zijkanten af. Dan komt het weer helemaal goed. En dan komt hier die pocket. Kijk, en daar heb ik wel bij dat hij er net niet binnen valt. Dus dan moet ik even een klein beetje extra rillen. Dus ietsjes meer naar binnen toe. Doe ik maar even voor de zekerheid aan allebei de kanten. Allebei de kanten een millimetertje kan je wel maken. Waar is mijn vouwbeen? En mijn schaar. Dan komt het goed. Ja. Dus heb je dat ook? Eventjes een klein beetje bijwerken voordat je hem opplakt. Want anders dan kun je die flappen niet meer dichtmaken. Dan zit dat er net over die vouwlijn heen. En dan vouwt het dus niet meer. Dan blijven ze dus opstaan, omhoog staan.
En dat geldt natuurlijk ook voor die rillijn hieronder. Hè? Dus daar ook op letten dat je niet te laag plakt. Dat die nog mooi het bochtje om kan. Ja, en die. Ja. Kijk, want hier raken ze natuurlijk, raakt ook de pocket deze kaarten. Goed, deze kant is zover klaar. Hij blijft nu een beetje openstaan door de massa, maar dat lossen we zo op. Dus ik ga eerst nog even die andere kant doen. Met de designpapier en de pocket. En dan gaan we nog kaarten maken. Nou, ik had de camera even op pauze gezet, want ik dacht, anders moeten jullie weer naar dat gemier kijken van dat aanpassen. En dat is precies hetzelfde als zojuist. Maar bij deze was het niet nodig. Kijk, die kan dus gewoon uit zichzelf. Ik doe de volgorde verkeerd. Maar die kan dus aan alle kanten wel dicht. Dus nou, was het niet nodig eigenlijk geweest om hem uit te zetten. De kaarten. Deze gaan we even aan de kant. Ik heb gesneden voor de grote kaarten aan de eerste pagina. Dus de onderste laag heb ik gesneden. Kaart, heb ik nou één? Oh nee, twee. Twee kaarten van 16 keer 16. Ik heb enkele kaarten gekozen. Wat je zou kunnen doen om meer foto's kwijt te kunnen, is nog een kaart te snijden van 16 bij 17,5. Dan een rillijn op 1 centimeter die je dan omvouwt en waarmee je dus deze twee als een openslaande kaart kan gebruiken. Ik kan nu hierop achter alleen maar één kaart of één foto kwijt. Maar dan heb je dus nog 1, 2, 3 keer ruimte voor een foto. En dat op beide kaarten. Dus dan kan je 4 foto's extra kwijt ten opzichte van hoe ik het nu ga doen. Ik heb daarvoor weer een effe design voor op de achterkant gemaakt. En de inkt ik eventjes. Die komt hier mooi op. Zo. Dit is de achterkant en daar heb je dan een fotomat van 10 bij 15 bij. En bij deze effe pagina had ik ook nog 3 verschillende randen gemaakt. Want de kaart is natuurlijk groter dan de foto. Als je dan een horizontale foto plakt, dan kan je daar deze gebruiken. En bij een verticale foto kan je dus kiezen uit deze twee designs om daar dat gat mee te vullen. Op deze manier. Net wat je mooier vindt of wat je hebt. Ik ga voor een horizontale foto. Nee, ik zeg het verkeerd. Een verticale foto. Want ik weet nog niet wat het wordt. En als je dus een dubbele kaart maakt, dan kan je deze pagina meerdere keren uitprinten. Met deze mooie fotomat. Die warme oranje kleur. En ik had hem eigenlijk 2 keer uit moeten printen. Dat had ik in eerste instantie maar 1 keer gedaan. Maar ik ga natuurlijk 2 kaarten maken. Dus ik heb die ook hier naast mij liggen. Nog onuitgeknipt. Dus dat moet ik dan nog doen. Maar dat doe ik ook later. Net als die flappen die ik zojuist had laten zien. En dan kan op de voorkant een van deze twee designs. Waar ik dan ook niet zoveel op gemaakt heb. Dus hier kun je nog met de uitknipplaatjes die aan de zijkant kan je kiezen. Of je hier nog een dame bij op zou plakken. Of iets met de letters zou doen. Of misschien alleen met de paddenstoelen die erbij zitten. Net wat je leuk vindt. Dus daar kan je lekker zelf kiezen. Je zou zelfs hier nog een foto overheen kunnen plakken. Als je dat leuk vindt.
Ligt maar net aan hoeveel foto's je natuurlijk wil verwerken. Maar kijk, zo'n fotomat zou ook nog kunnen. Nou, deze zijn dus twee keer en die komen dan in de grote pockets hier aan de achterkant, helemaal achterin. Zo. Die andere maak ik later wel even als ik ook die hele achterkant uitgeknipt heb. En dan hadden we nog deze. Dit zijn achthoekige kaarten. Tenminste, ja, achthoekige. En die komen op kaartjes van 10,5. Ik heb het er niet opgeschreven, maar ja, twee kaartjes van 10,5 bij 10,5. Die komen hier zo op. Oh, nog even. Oh nee, die had ik al beïnkt, zie ik. Ja. Zo. En die hier. En dan heb ik ook twee fotomatten van 10 bij 10. Zo. Moet je even kijken welke foto's je daarvoor zou kunnen gebruiken. Dat je niet het focal point er zomaar afknipt. Maar die zou je dan iets kunnen inkorten. Ik ga eerst nog even met de schaar. Ik vind het toch wel leuk om die vorm ook in mijn basiskaartje te hebben. Dan probeer ik dat er overal ongeveer dezelfde rand zit. Let er natuurlijk op als je foto erop gaat plakken. Dat de kaart, zeg maar, dit is de onderkant. Dat je ook hier zorgt dat de foto niet op zijn kop of op zijn kant erop komt. Even kijken of dat nog uitmaakt. Dat is als je het met je hand knipt, hè, dan klopt het niet altijd helemaal. Ik ga hier gewoon nog een klein randje af. Ja, zo past die bij mij het best. En deze zijn bedoeld om dus de hele, alle flappenwerk dicht te houden. Dus die kun je hierin stoppen. En dat zorgt dan ervoor dat deze mooi dicht blijven zitten. Die andere op deze plek. Ik ga het nog even helemaal afwerken. En dan gaan we straks nog even samen er doorheen bladeren. Zie ik je zo weer. Doei doei! Hey, hier ben ik met het eindresultaat. Ik vind hem echt super gaaf geworden. Mooie voorkant natuurlijk. Hè? Heb niet zoveel, heb ik eigenlijk niks aan gedaan. Het is hartstikke mooi. Zoals ja, heb ik hem natuurlijk op de computer al mooi gemaakt. De achterkant. En ik vind zelf dat linnen wel heel erg leuk. En dan aan de binnenkant natuurlijk die mooie kaarten. Op de achterkant de fotomatten met een fotostempeltje. Dan hier de flap naar boven. Ik heb nog wat uitgeknipte plaatjes erop geplakt. En dat heb ik zo gedaan dat ze dus de foto er nog onder kunnen plakken. Of onder kunnen schuiven. Dus alleen maar hier net buiten die fotomat opgeplakt. Net zoals deze paddenstoelen. Dan hier aan de onderkant heb ik dat ook gedaan. Even spieken of ik nou in beeld ben. Dat is met de standaard, komt dat soms net niet lekker uit. Maar ook daar de twee mooie plaatjes erop geplakt. Dan hebben we deze flappen. Daar heb ik niks aan gedaan. In deze heb ik nog
de pockets, of de labels uitgeprint. Dus dit is één vel met verschillende labels. En waarvan ik er dus 4 hierin heb gestoken. Met een leuk organza lintje. Een hole reinforcer. En een leuk touwtje eraan gestrikt. In de kleuren die er wel leuk bij passen, vond ik. Beetje oranje, bronsachtig. Zo. En dan, nou ja, kunnen ze niet gelijk. Hier die mooie fotomat op de achterkant. En dan mijn kaart. Ik heb dus die enkele kaarten gekozen. Op de voorkant op het designpapier heb ik ook nog een fotomat geplakt. En een mooi uitgeknipt plaatje van deze dame. Aan de achterkant heb ik niks gedaan. En ja, je kunt dus zeggen, ik wil nog bij iedere pocket een tweede en derde foto. Of een, laat ik zeggen, derde en vierde. Door nog zo'n openklapkaarten van te maken. Want de pocket is daar ruim genoeg voor. Maar ik heb er dan niet voor gekozen. Dus dan, volgens mij heb ik ruimte voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foto's. Ja, want hier zitten er 2 in. 7, dus zou 14 foto's hierin passen. Maar je kunt er dus voor kiezen om er 18 foto's van te maken. Door een dubbele kaart van te maken. Dat is deze kant. Even kijken. Eerst die, dan deze, dan die en dan die. En dan de kaart erin om te sluiten. En aan deze kant de paddenstoel, had ik al laten zien, hè? De paddenstoel en deze mooie dame op het label. En dan open. En hier heb ik ook weer een fotomat erop geplakt. En een mooi plaatje. En aan de achterkant gehouden zoals we samen al gedaan hadden. Ik heb in de tussentijd meteen ook deze vergroot op internet. Of dus het bestand heeft 0,5 centimeter langer. Waardoor die mooier hier op deze vakken past. Dat was een klein foutje voor mij. Dus toch goed dat ik het eventjes gemaakt heb. Want dan kom je daar natuurlijk achter. Dus jullie hebben dat al helemaal voor elkaar. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En dat je dus ermee aan de slag gaat. En naar mijn coffeeshop holt om hem te kopen. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Heel erg leuk om te ontwerpen en te maken. En ik heb er een heel mooi albumpje bij. Waar ik leuke fotootjes van een dagje. Misschien wel naar het bos of zo. Met dit mooie weer. Met dit mooie herfstweer. Dankjewel voor het kijken. Laat me weten onder in de reacties wat je ervan vindt. En ben je nog geen abonnee? Druk dan op die abonneerknop. Oh ja, wat ik nog wilde zeggen. Ben ook gewoon vrij om dit album na te maken, maar dan niet met dat papier. Want het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een gratis tutorial van een leuk mini-album. En je hoeft natuurlijk dat niet te maken met mijn papier. Dat zou ik natuurlijk helemaal te gek vinden. Maar ben ook gewoon vrij om met je eigen papier te maken. En misschien maak je hem dan wel 2 keer met je eigen papier en 1 keertje met dat van mij. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei doei!